ja. Goedemorgen Gina. Oh, wat leuk dat je er bent. Ik had je niet verwacht vanmorgen, want we kregen gisteren een appje. Kan het alsjeblieft een beetje later, een uurtje later, want ik ben geen morgenster. En ze is er wel. Wat is dat met jou? Ja, het is gewoon dat ik veel slaap nodig heb. Al die indrukken en al die geweldige momenten, dat moet je allemaal verwerken. En daar is tijd voor nodig en slaap. Goed zo, ja. dat is begrijpelijk Gerard. Hè? Ik denk zo'n jonge bloem en dan nu alweer langer in bed blijven liggen. Oké, dus je gaat vandaag vrolijk weer mee? Ja, natuurlijk ga ik mee. Ik kan me niet bij jou hoor. Nee, oké. Gaan we naartoe, Bets? We gaan naar Casablanca, naar de moskee. We zijn al in Casablanca. Maar... En we gaan de op 7 na grootste moskee van de wereld bezoeken. Met de hele groep? Ja, met de groep. In de bus. Kijk. Inmiddels aangekomen bij de moskee op de achtergrond. En het is heel rustig. En geen gedoe met de gidsen. Het valt allemaal enorm mee. Dit is de ingang. Hier hebben we de kaarten gekocht. En terwijl we wachten op de gids, die om 10 uur onze rondleiding geeft door de moskee, kunnen de mensen ook even hier in een soort museumtje. Kun je eens even kijken hoe de details van de bouw. Mooi die detailopnames allemaal, hè? Ja. Ja. In wezen vind je dit allemaal in de moskee terug. Het is allemaal handbeschilderd, cederhout. Cederhout wordt in de bossen bij Ves, in de buurt van Ves gevonden. En cederhout is... Hoort weer klaptak in de... Slot, ja. Kijk, is prachtig beschilderd. Zie je dat? Goudkleurig. Ja. Hierboven is een mooi voorbeeld van hoe dat allemaal gemaakt werd met gipsvormen. Het ruwe begin. En dat loopt dan zo door. En hier is het eindresultaat. Je ziet het ook heel veel in restaurants en zo. Bij binnenkomst moet iedereen de schoenen uittrekken. Je krijgt daar een milieuvriendelijk zakje voor. En dan kun je schoenen meenemen op bezoek door de moskee. Het is een hele grote moskee. We hebben allemaal de schoenen uitgetrokken. Kunnen 25.000 mensen in bidden hier, in deze grote ruimte. Die strepen in de vloerbedekking, die zijn ervoor dat mensen precies op een rij liggen en toch op enige afstand van elkaar. Dit is een van de weinige moskeeën in Marokko die je kunt bezoeken. Normaal gesproken kom je nergens een moskee in. Maar deze wel. Hier moet je ook intree voor betalen. Iets van 15,5 euro. En dan krijg je een gids toegewezen. En die vertelt het een en ander. Ik moet zeggen, dit keer hadden we het niet zo getroffen met de gids. Hij brabbelde alle taal door elkaar. Maar goed. Er is heel veel onderhoud aan deze moskee. Dat zie je hier ook. En... dat wordt dan bekostigd met de entreegelden. Beneden bevindt zich de wasruimte. Hier kunnen de gelovigen hun handen, hun gezicht en hun voeten wassen.
op het grote plein voor de moskee, daar kunnen 80.000 gelovigen ook de gebedsdienst volgen. Op weg naar de boulevard stoppen we nog even bij het uitzichtpunt. En als we terug zijn op de camping, is het tijd voor de eerste NKC Happy Hour borrel. Ja. Frans, ja. Jij bent de enthousiasteling op en top. En dat vinden we, ja, dat is zo. En dat vinden we hartstikke leuk. Dat ben ik ook. Hoe gaat, ja, dat ben je. Maar hoe gaat het tot nu toe? Hoe voelt de Marokko-reis aan? Ik heb een schitterende reis. Ik heb heel veel ervaringen. Ik ben elke avond eigenlijk doodmoe. Maar dat is een heerlijk gevoel. Heel veel cultuur. Ik moet zeggen wat de NKC levert. Ja. Op en top. En jullie ook alle pluimen. Ik ben nu langzamerhand, na anderhalve week, een beetje meer toe aan natuur. We hebben heel veel cultuur gezien. Maar als ik het boek bekijk, dat komt eraan. Dus ja, ik geniet met volle teugen. Hartstikke goed. Kijk, dit is niet gefikt. Mensen, echt niet. Dit roept hij al de hele tijd. Ja. En we willen dat toch even laten horen. En er zijn veel angsten geweest, vooral bij dames ook, hè? Die zeggen, wat moeten we toch in zo'n vreemd land in Afrika? Maar het valt reuze mee en nou gaan we naar de natuur. En dat is ook de reden, die angst, dat ik gekozen heb voor een georganiseerde reis. Ja. Zeker voor een eerste keer. En wat ik nu ervaar, heb ik echt de neiging, ik kom hier nog wel eens terug. Of georganiseerd, of zelf. Want ik merk dat het kan. Kan heel erg goed. Je kunt heel erg goed met vrouwtje alleen deze kant prima, op. Prima. Ja, hartstikke leuk. Dankjewel. Graag gedaan. En dan gaan we weer. Dag 12. Op naar Oualidia. En Oualidia is geen camping. Het is eigenlijk een groot parkeerterrein, een enorm parkeerterrein. Dat wordt gescheiden door een bruggetje, zodat je dus aan de ene kant kunt staan en aan de andere kant. Nou, wij staan meestal aan deze kant. Dit is meestal de plek waar de groepen komen te staan. Aan de andere kant staan meestal de individuele reizigers. Dit is het bekende bruggetje. Camperplaats Oualidia. Prachtig gelegen. In een beetje verwaarloosd park. Maar een eentje verderop, daar ligt de zee. Maar de plek is ontzettend vol. We komen hier al jaren, maar het wordt ieder jaar vol. Maar dit jaar is het helemaal. Nou, hier staat onze club. We zijn er nog niet allemaal. Genieten van het middagzonnetje nog. Het is nu 5 uur. We lopen nog lekker in de korte broek. Heerlijk. De visboer heeft ons al 4 tongen verkocht. En die gaan we zo meteen bakken. Het bakstel staat daar buiten. Dus dat gaan we weer op een camperplek. En kijk, hier hebben we de waterwagen. Die komt weer water brengen. Kijk, er komen mensen al met 5 liter of 6 liter plastic flessen. En dan kunnen ze water kopen hier. En zo kun je toch hier wat langer blijven staan. Ja, eerst mag niet, dan mag er wel. Ja. Aqua Marocco. Marokko's. Eens even kijken wat die man in de naam. Oh, dat is de oesterverkoper. Ja. Nou, kijk eens aan, hè? Nou, Jos, dat lijkt je wel. Oh, heerlijk. Ja. Heerlijk. Maar we moeten wel in de oven eten, niet zo.
Oh, nou, hoe zegt hij dat? Je kunt ze... Oh, wacht even, dit zijn die schelpen, zijn geen oesters. Ja, die oesters liggen hier. Ja. Oké. Nou, je hebt de... Frans heeft de oesters al op. En, oh, die nog één, nog één. Ja, je hebt er nog één. Nou, hoe was die Frans? Heerlijk. Ja? Ik voel me even helemaal in Zeeland. Ja. Want dat witte met dat groen lijkt een beetje op de... Nou, gaan we even kijken hoe Frans deze er binnen slurpt. Nou. Joppakee, daar gaat hij. Nou, kijk. Nou, ja, kijk eens. Ja, maar jullie doen ze in de... Ja, oh. Oh, dat is nog een stukje. Nou, eet smakelijk. Hoppa. Nou, lekker. Nou. Wil je even in de pan kijken? Ik kom even in de pan kijken. Wat ben je aan het doen? Ja, een paar tongen. Beste tongen, hè? En een biertje, erbij. En dat hele spul lekker in het zonnetje. Lekker in het zonnetje allemaal. Ja, helemaal goed. Nou, het is vandaag alweer de 13e dag. Het is een rustdag vandaag. We staan hier in Oualidia. Een heerlijke plek aan zee. Het is nog een klein tikje bewolkt. Maar de zon komt er zo meteen door. Maar een rustdag betekent niet dat we dus de hele dag maar blijven hangen rond onze camper. We staan alweer klaar om daar met de bootjes de lagune op te gaan. En vanmiddag om 1:00 worden de tafels klaargezet en gaan we gezamenlijk tagine eten. Op naar de boten. Op naar de boot. Hier hebben we de bootsman. Je weet maar nooit, een schipbreuk leidt dan, hè? Hebben we nog iets voor de familie? Hebben we nog een laatste blik? Nou, ik neem je nog op voordat je de boot in gaat. Je weet het maar niet. Kort nageslacht. Ja, het laatste blik. Het inschepen is wel een dingetje hier. Wel avontuur, hè? Dit is een facultatieve excursie. Dat betekent dus dat de deelnemers dit zelf moeten betalen. Nou, voor de kosten hoeft het ook niet te laden. Je vaart ongeveer een uurtje voor 50 dirham. En dat is ongeveer 5 euro. Je vaart over de lagune. Komt zelfs langs een koninklijk paleis. Zwaar verwaarloosd, maar het is wel verboden om daar foto's van te maken. Een van de attracties van Oualidia is dat het vlakbij het strand ligt. Er is een lagune voor de kleine bootjes, maar er is ook een kleine lagune waar de vissersboten te water worden gelaten. En dan door de opening tussen de rotsen de oceaan opvaren. Maar het is vandaag zo winderig en zulke hoge golven... dat het te gevaarlijk is voor de vissersbootjes om uit te varen. Dus blijven ze mooi op het strand liggen. Meestal worden ze met een trekker het strand opgetrokken. Maar we hebben ook wel eens gezien, als de trekker kapot is, dan wordt hij met mankracht omhoog gesleept. De wieteren. Très bon, chef. C'est pour YouTube. Abdelhak.
Tajins gearriveerd. Tajin, chicken, tajin de bok. Nou, er moeten even de foto's gemaakt worden. Ah, yummy, yummy. Dat is de couscous. Bij Bashir heeft iedereen een tagine kunnen bestellen. Yes. Dit zijn tagines voor twee personen. En daar rekenen die dan tussen de 13 en de 14 euro voor. Nou. Heel gaan die duurt hem. En de meesten hebben zoveel dat er nog wel een Tupperware doosje gevuld kan worden voor de volgende dag. Anna foto. Ik ben ook kan beter. Ja. Ik wil altijd van variatie. Ja. Oh ja. Morgen hebben we weer kip. Ja, kip ja, ja. Komt niet op. Die houdt erg van die koekjes. Ja, dat kan nog. Ja, ja. Het toetje. Die heb je hier aan de haven gekocht, hè? Ja, we hebben er twee gekocht aan de haven. Ja. En eentje ligt al in de pan. Ja, zullen we dat ook nog even filmen? Dat mag je helemaal filmen. Oh, kijk eens aan. Mooi, hè? Water begint al te koken. En die heeft niemand bewogen. Dus, Nou, Bets, het waren mooie dagen in Oerlidia. Super! Ja, ja. En het prachtig weer. Ja. Heel gezellige gezamenlijke maaltijd gehad. Ja. Mensen hebben genoten van al het visgedoe hier. Ja. We hebben een heerlijke tong gebakken. Ja. En oesters gegeten. Krabben gekookt. Krabben gekookt. In een te kleine pan. Maar goed, daar hadden wij wel weer een pannetje voor. Ja. Maar nu gaan we op naar Marrakesh. Oké, okay. Here we come.